Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het vier voor dit evenement hierheen komt? Dit is een heel sympathiek, leuk toernooi, de Europese Jeugd Olympische Spelen. En ik heb zelf 4 keer de echte Spelen mee mogen maken. Maar het is allemaal begonnen bij mij in 1993 dat ik deelnemer was van die Europese Jeugd Olympische Spelen. En ik wil dus alle mogelijke zaken rondom de Spelen, wil ik nu in het klein, in een andere variant gaan toepassen. Dan hoort dat natuurlijk ook het Olympisch vuur daarbij. En ik ga dat Olympisch vuur ook gebruiken om met een hele leuke, spectaculaire fakkeltocht door de regio en de mensen in Nederland daardoor te enthousiasmeren. Hoe gaat zoiets? Een vlam in een vliegtuig? Nou ja, dat gaat inderdaad niet zomaar. Daar is een heleboel tijd in gestoken en een heleboel papierwerk aan vooraf gegaan. We hebben hem uiteindelijk in een veiligheidskooitje mee kunnen nemen en goede veiligheidsinstructies. En hij zat dus vooraan op de eerste rij en alle passagiers vonden het geweldig. En iedereen wilde eigenlijk even met de vlam op de foto, dus dat hebben we gedaan.